Wouter de Meij, jij bent de tandarts binnen Vianova. Ja, vertel eens, wat is jouw rol hier? Ik kom hier inderdaad voor de tandheelkunde en dat betekent dat patiënten met het vermoeden van een tandprobleem hier aangeboden worden. Dat kan gaan van rijtechnische problemen, paarden die moeite hebben met het hoge werk wat ze vaak doen. Maar dat kan net zo goed gaan over echt medische problemen. En dan praten we bijvoorbeeld over een paard met een tandwortelontsteking, een paard met een gebroken kies, een paard met een kaakfractuur, een paard met een sinusprobleem. Dus dat gaat eigenlijk van heel basale dingen tot de meest geavanceerde ingrepen en diagnostiek, zeg maar. Geavanceerde ingrepen, zoals eerder deze week we hier het vullen zagen met een tandprobleem. Jij doet dan heel uitgebreid onderzoek en geeft dan jouw informatie door aan de chirurg. Klopt. In sommige gevallen moeten paarden ook effectief richting chirurg om onder algemene narcose geholpen te worden. Nu is dat eerder uitzonderlijk in mijn discipline. Dus ongeveer 90-95% van alle tandpatiënten kunnen wij staand onder lokale verdoving helpen. Dus dat betekent dat we zelfs sinusoperaties, zelfs kiesextracties, kaakfracturen, eigenlijk allemaal proberen te doen op het staande paard. Grote voordeel daarvan is een veel kortere revalidatie, minder duur voor de eigenaar en een betere prognose. Wat is het belang van goede tandzorg voor een paard? Wij mensen, als wij pijn hebben, wij zeggen en dan gaan we naar de tandarts. We gaan sowieso jaarlijks op controle bij de tandarts, toch zoals het hoort. Is goede tandzorg ook even belangrijk, net als voor een mens, ook voor een paard? Ja, in principe wel. De grote verschillen zijn paarden die zullen pijn in hun mond en pijn in het algemeen heel slecht uiten. Het zijn vluchtdieren, dus die hebben er alle belang bij om pijn te verbergen. Wat maakt dat het voor de eigenaars en zelfs voor dierenartsen heel moeilijk is om in te schatten of een paard een probleem heeft of niet. En vandaar dat we eigenlijk proberen preventief te werken en dat we inderdaad zeggen elk jaar paard aan te bieden bij een tandarts om de gezondheid van die mond te kunnen controleren en om de grootste problemen voor te kunnen blijven. Paarden met een groot tandprobleem die zijn soms verloren voor de sport. Helaas moeten we ze soms euthanaseren en soms is het gewoon een langdurig traject om ze weer goed te krijgen. Dus net zoals bij de mensen is preventie de boodschap. Misschien een domme vraag, maar hoe werk jij preventief? Hoe werken we preventief? We zijn tegenwoordig in staat om bijvoorbeeld barstjes in een tand uit te frezen en te vullen. We zijn in staat om caries te behandelen bij paarden. Maar het is heel vaak heeft het te maken met slijtagestoornissen. Paarden hebben een ander soort tanden. Ze hebben tanden die slijten door het continu gebruik. En als er daar in die slijtage iets misgaat, dan komen we in de problemen. Vergelijk dat met de banden van een auto. Als die mooi uitgelijnd staan, dan kan je daar de meeste kilometers mee maken. Als die niet goed uitgelijnd zijn, dan ga je vroeg of laat in pannen vallen aan de kant van de weg. En dat proberen we te vermijden. Goed. Vianova werkt met innoverende technieken. Heb jij ook innoverende technieken die jij gebruikt voor de zorg? Jazeker. Tandheelkunde bij paarden is heel snel ontwikkeld. Een paar jaar geleden dan hadden mensen het beeld van van iemand met een emmer en een aantal verroeste vijlen die uw paard kwam behandelen. Ondertussen werken wij met heel veel beeldvorming. Dus we hebben een standaard röntgen beschikbaar. We hebben verschillende camera's. Camera's om in de mond te kijken, camera's om via de neus te gaan kijken, camera's om via de neus tot in de sinussen te gaan kijken. We hebben allemaal aangepaste dentale instrumenten vanuit de tandheelkunde bij mensen, zeg maar, zodanig dat we zelf met kleine boordjes tot in een tand kunnen gaan veilen. Dus ja, er is heel veel innovatie in de tandheelkunde ook. Ja. Dankjewel en nog heel veel succes. Dankjewel.